We zitten nu op 1,2 graden opwarming. We stevenen af op 3 graden. En dat betekent mondiale klimaatontwrichting. Men creëert een angst, bijna psychose. Omdat het moet. Kan niet anders. Dat is de beste manier om mensen in beweging te krijgen. Je creëert angst. Je suggereert dat bij die angst een bepaald gedrag hoort. En dan zeggen mensen, nou, dan ga ik dat gedrag vertonen. Want dan kan ik mijn angst wegnemen. Dus ik heb geen andere optie dan hier te zijn. En het is goed omdat hier zoveel mensen zijn. Op een zeldzaam warme zaterdag in september demonstreren voor het klimaat. Ik kreeg van een goede vriend toegestuurd het protestlied van Stef Bos. En dat is een protestlied uit 2021. En die zei, iemand moet het doen. En dat deed hij een appel op diegene die dit waarnemen en die daar van een hart geen moordkuil moeten maken. En die zei, waar blijven de journalisten die tot de bodem gaan en diep graven en de oorzaak van fundamentele vraagstukken op tafel leggen? Dat zou de NOS behoren te doen. Ik zie dat niet gebeuren. Vind ik ernstig. Waar zijn ze nu, de narren van de koning? Die moeten zagen aan de poten van de troon. Het is opeens zo stil in deze wereld. Dus kijken ze de kat maar uit de boom. De NOS gaat weer de fout in met onevenwichtige berichtgeving. En we hebben recht op professionele nieuwsvoorziening, kopte de laatste column van oud-NOS-directeur Bauke Geersing. Hij diende een klacht in bij de ombudsman en het commissariaat van de media. Ik bespreek met hem vandaag 3 NPO-uitzendingen. 1 van het NOS-journaal en 2 van Nieuwsuur. Wat klopt er niet aan en hoe had het verhaal wel verteld moeten worden? Bauke, ontzettend leuk om jou weer hier te hebben. Je bent terug in Nederland, want je woont in Frankrijk. We hebben jou een tijdje geleden hier voor het eerst gehad in de uitzending en laatst ook nog bij Black Box Today. Hoe gaat het met je na al die media-aandacht bij Black Box? Het gaat goed. Door Black Box ben ik gestimuleerd om nog weer meer mij te verdiepen in een aantal onderwerpen. En dat lag vooral aan de wijze waarop wij samen erover gesproken hebben. En in dat interview zat vooral een nadruk op waar ligt nou de diepste oorzaak van dingen die wij waarnemen. Ja, ik heb jou daar een beetje in uitgedaagd, hè? Ja, je hebt me 3 keer geprobeerd uit te dagen om in een soort van conspiracy-achtige variant te duiken. Dat deed ik niet. En nog steeds denk ik er wel zo over dat je moet wel de achtergrond zien te achterhalen. Maar ik heb wel eens verdieping aangebracht. Omdat ik bepaalde gedachten, bijvoorbeeld neem nou COVID, daar wel iets bij kan voorstellen. Want kijk nou eens hoe het Nederlands parlement de COVID-enquête behandelt. Dat is opmerkelijk wat daar gebeurt. Er zijn ondertussen, achteraf gezien bij COVID, toch een aantal ontwikkelingen zichtbaar die wat meer in de richting van jouw vraagstelling gingen, veronderstellingen gingen. En nu bijvoorbeeld wordt door het RIVM aanbevolen om weer opnieuw vaccinatie te gaan doen. En wat blijkt, ik krijg contact met iemand van de andere krant die zegt, ja, maar het blijkt dus dat er heel erg kwalijke bijwerkingen zijn. Bijvoorbeeld ontstoken hartspier. En die staan niet bij de eerste bijwerkingen op de RIVM-site. Hij belt daarover en vraagt toelichting. Waarop aan de andere kant van de RIVM toch niet echt ja, laat ik zeggen, enthousiast wordt gereageerd. Ja, dat staat ver als je doorscrollt en zo. Waarop hij natuurlijk terecht zegt, maar het lijkt mij dat een ontstoken hartspier een verdomd vervelend effect is. Niet bepaald onbelangrijk, nee. Nee, waarom staat het eigenlijk niet voorop? Daar komen ze dus niet uit. En dan denk je wel, wat is men nou eigenlijk aan het doen? Dus die vraag van het vorige interview houdt mij ook nog steeds bezig. En dat geldt ook voor andere onderwerpen die we nog aan de orde zullen krijgen. Dat is een beetje het lastige. Hè? Op het moment dat je je gaat bezighouden met dit soort vraagstukken, dan kom je uiteindelijk in, zoals dat tegenwoordig heet, de rabbit hole. En die rabbit hole die gaat steeds dieper. Ja, dat is het kenmerk van konijnenholen. Konijnen die graven ook heel diep. Dat zouden wij ook moeten doen eigenlijk in de journalistiek. Maar ja, en toch probeer ik nog steeds als man van de verlichting rationele, door feiten en wetenschap onderbouwde oorzaken te vinden voor iets. Maar we zullen het zien straks in dit interview. Ja,
Nou, laten we gewoon lekker bij de feiten blijven vandaag. En niet te diep in de rabbit hole kruipen. Nee. Want we hebben in principe ook 3 fragmenten die heel rationeel zijn. 1 van het NOS-journaal en 2 van Nieuwsuur. En die gaan we analyseren. En naar aanleiding van die uitzending van het NOS-journaal, 9 september rondom Extinction Rebellion, heb jij ook een klacht ingediend bij de ombudsman en het commissariaat van de media. Laten we daar even naar kijken. Op een zeldzaam warme zaterdag in september demonstreren voor het klimaat. Een enkele weggebruiker had de waarschuwing gemist. Om 12 uur was de blokkade een feit. We zijn hier om de fossiele subsidies af te schaffen. En we komen elke dag terug om 12 uur totdat die fossiele subsidies zijn afgeschaft. We zitten nu op 1,2 graden opwarming. We stevenen af op 3 graden. En dat betekent mondiale klimaatontwrichting. En dat moeten we koste wat het kost weten te voorkomen. Waarom is het zo belangrijk voor jou om hier te zijn vandaag? Omdat het moet. Kan niet anders. Hier niet zijn, dan ben je op de verkeerde plek. Dit zijn 2 van mijn 5 kleinkinderen. Voor hun kinderen en hun kleinkinderen, daarvoor ben ik er. Want als we zo doorgaan, dan kunnen die er niet meer zijn. Ben je bang? Ja, dus ik heb geen andere optie dan hier te zijn. En het is goed omdat hier zoveel mensen zijn. Recht tegenover de Tweede Kamer staat de boodschap op de muren gekalkt. En die is niet tegen dovemansoren gericht, want de meeste politieke partijen willen ook af van die fossiele subsidies. Alleen op de rechterflank zijn nog partijen die al het klimaatbeleid onzin vinden. De discussie in Politiek Den Haag gaat dus vooral over de vraag hoe snel je een einde maakt aan dit soort subsidies. Ja, het NOS-journaal van 9 september, jongsleden. Wat klopt hier niet aan, Bouke? Er klopt hier niet aan dat de keuze voor het perspectief is niet fundamenteel, maar fractioneel. Dat wil zeggen, men neemt... Kun je dat uitleggen? Ja. Kijk, fundamenteel zou betekenen dat je in die uitzending moet zeggen, is het nou wel of niet juist dat CO2 de oorzaak is van de klimaatverandering? Dat wordt gewoon aangenomen. Terwijl ik weet uit studie die anderen hebben gepleegd en die kun je ook heel vrij makkelijk vinden, is dat wetenschappelijk is dat niet vastgesteld. Het NOS-journaal kiest ervoor dat het wel zo is. Dat is de eerste fout. De tweede fout is dat dan vervolgens vanuit die keuze voor een fractioneel perspectief men allerlei lieden aan het woord laat die die fractie benadrukken. Dat wil zeggen dat die zeg maar het fundamentele vraagstuk wegduwen. Dan komen mensen aan het woord die mogen toelichten waarom ze er zijn. En één die heeft dan lucide opmerking omdat het moet. Ja, dat is natuurlijk geen argument meer. We leven in een wereld waarbij feit en wetenschap floreren. En meneer, want het was een meneer die dat zei, die roept omdat het moet. Het moet helemaal niet. Wat die man had moeten doen, is nadenken. Dan wat een derde element is wat niet deugt, dat is, daar komt een NOS-journalist in beeld. En die getuigt van een vooringenomen standpunt. Dat is een aanhanger van de CO2 moet nul en zo snel mogelijk. Terwijl er NOS-richtlijnen zijn die zeggen dat NOS-medewerkers staan open en onbevangen in het onderwerp. En die uiten niet hun persoonlijk standpunt. Ja, hij maakt een sneer naar rechts. Hè? Ja, en dan maakt hij ervan dat anderen vinden het onzin. Maar meneer Breedveld, u zou eens moeten gaan studeren. Maar dat gaat niet over onzin of geen onzin. Het gaat erom dat wetenschappelijk hier de vraag ter discussie is. Wat zijn eigenlijk de oorzaken van de klimaatverandering? Dan komt er een juffrouw in beeld die zegt, ja, het is nu 1,2 graad. Dat had ze moeten zeggen, 1,2 graad gedurende de afgelopen 100 jaar. En dan roept ze, ja, en binnenkort wordt het 3 graden. Ja, dat is een van de extreme scenario's uit het IPCC-rapport. Maar de NOS moet weten, want ik heb ze notabene zelf ge-emailed, dat er een analyse is gemaakt door Clintel van dat IPCC-rapport. En daar constateert de analyse 10 fouten in dat rapport. En een ervan is de oorzaak, is de CO2 niet. Tweede van zijn de modelmatige, mag wel zeggen onzinnigheden, die eruit worden geconcludeerd. En wat ik nu zie is dat de NOS besteedt heel veel, onevenredig veel aandacht aan Extinction Rebellion, een anarchistische, activistische groep, die overigens veel bredere doelstellingen heeft dan alleen klimaat. Die wil de maatschappij fundamenteel veranderen. En wat de NOS dus niet doet, is die laat niet iemand aan het woord die zegt, wacht nou eens even, we hebben ook een studie gemaakt van het klimaat en de veranderingen van. Maar het is maar zeer de vraag wat de oorzaak is. Een volgende fout is, men heeft het over fossiele subsidies. Ik geloof dat ze het iets corrigeren en zegt, het zijn echt subsidies, maar belastingmaatregelen. Zij hadden behoren te weten uit kamerstukken, ik heb ze nou de benen zelf, kan je ze heel makkelijk vinden tegenwoordig. Dat is maar zeer kwestieus
of je daar zomaar van de ene op de andere dag, of na een maand, of na een week, wat die Extinction Rebellion mensen roepen, een eind aan kan maken. Dat blijkt te zijn gefundeerd op internationale verdragen, afspraken met Europese landen. Het gaat over level playing field. En als de NOS dat had belicht, dan hadden ze kunnen laten zien dat wat die alarmisten daar naar voren brengen, nou, ik moet daar natuurlijk mij wel keurig blijven uitdrukken, maar het is betrekkelijk onzinnigheid wat ze daar roepen. Ja, het is misschien simplistisch om te denken op dat je het probleem naar het buitenland verschuift, of wij doen het niet meer, dan is het opgelost. Ja, dat gaan een andere doen. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Dan kunnen alsnog geïmporteerd worden. Ja, wat Extinction Rebellion dus eigenlijk doet, als je zou realiseren wat daar de mensen die daar zeggen, ook die mevrouw met haar kinderen en kleinkinderen, ik heb ook kinderen en kleinkinderen, voorstaat, dat is Nederland ver terugwerpen in een sociaal-economische positie. Wat krijg je dan? Dan vestigen die bedrijven zich rondom ons heen en er verandert niks. En wat helemaal boeiend is, dat heeft zelfs Jette geroepen, als wij 35 miljard hebben geïnvesteerd vanuit het Klimaatfonds in de klimaatmaatregelen, dan zal het effect daarvan kunnen zijn op de wereldtemperatuurniveau van 0,00036 graden. Dat wil zeggen, nihil. Dat betekent dus dat ik weet niet of het nu nog doorgaat, maar onder leiding van de D66-vleugel in dit kabinet, men een investering doet van 35 miljard met een resultaat nul. Ja, als je dat in de gewone reële wereld zou doen, dan zou je zeggen, meneer, weet u wat u moet doen? Of mevrouw, u moet eens een andere baan zoeken. Het is natuurlijk in feite, ik gebruik die term maar bewust, ongehoord dat de NOS op deze eenzijdige manier aandacht besteedt aan dit soort waanvoorstellingen. Ja, het is eenzijdig en het is misschien zelfs vooringenomen. Maar dan even de vraag, stel jij was nu nog directeur geweest bij de NOS. Want dat ben je ettelijke jaren geweest. Wat had de NOS dan moeten doen? Nou, wat de NOS had moeten doen, dat is, die neemt waar dat Extinction Rebellion een demonstratie van meer dagen voorziet. Dan moet de eerste vraag worden gesteld, dat gebeurde ook, weet ik, van collega's die er destijds werkten in de redactie. Besteden wij er aandacht aan, ja of nee? Als het antwoord ja is, dan is de volgende vraag, hoe besteden wij er aandacht aan? Nou, in die tijd was het zo, dat doen we dus evenwichtig. Dat betekent dat wij het fundamentele perspectief schetsen. Dat moet je dus schetsen, luisterers, in deze discussie is de vraag, is CO2 wel? Deze club die er demonstreert vindt van wel, maar er zijn erbij die vinden van niet. Ja, dus ze hadden ook mensen of partijen moeten laten zien die het oneens zijn met Extinction Rebellion. Dat is eigenlijk wat jij zegt. Ja, dat is wat ik zeg. En dan laat je dus aan het publiek over. Want ze zeggen, nou, dat is nog heel genuanceerd hoe je daarna kunt kijken. Maar nu is het zeer eenzijdig. En notabene, de NOS, middels een medewerker, propageert zelfs het standpunt CO2 nul, zo snel mogelijk. Ik heb ook in mijn brief aan de klacht geschreven, meneer Breedveld moet een beetje oppassen, want als hij uitademt, ademt hij veel meer CO2 uit dan hij inademt. Dus is hij bezig om zelf te zeggen, nou, ik kan ook wel weg of zo. Het is dermate onzinnig, als je het een beetje over doordenkt, dat ik denk, hoe is het mogelijk dat de NOS op deze eenzijdige manier aan een zo fundamenteel vraagstuk aandacht besteedt. Hoe beantwoord die vraag al? Proberen misschien. Nou ja, we hadden het net over rabbit holes. Ja, je bent een beetje open gegaan om je af te vragen van hoe is dat dan mogelijk? Nou, ik weet dus dat er, ik hoop dat er nog zo is, dat er na afloop uitzendingen worden geanalyseerd. Ja, in die analyse zou je moeten zeggen, luister vriend, dit is natuurlijk een eenzijdig verhaal. Dit kunnen we niet herhalen. Denk jij dat zij die opvatting aangedaan zijn? Dat ze zelf het vermoeden hebben dat er iets niet goed aan deze uitzending is? Wat ik de afgelopen 10 maanden heb gedaan, hè, ik heb ook een klacht ingediend op basis van 10 maanden, niet alleen voor deze uitzending, dan heb ik daar dus nu gereden twijfel over. Dat ze dat dus niet doen. En dat men eigenlijk ervan uitgaat, ja, ons uitgangspunt deugt. He, dat zou de redenering dan moeten zijn. De science is settled. CO2 is het probleem. Ja, science is settled. Agenda dus, 2030. We moeten de klimaatdoelen van Parijs halen. Ja. Punt uit. Ja, ik denk dat het is. Er zit een hoofd van een klimaatafdeling. Zeker mevrouw Ecker of zoiets heet zij. Ik heb 2 artikelen van haar gelezen. Dat zijn artikelen van een activist. Dat is helemaal geen wetenschappelijke beschouwing of zo. Of evenwicht. Dat is gewoon activisme. Als zij degene is die primair dit soort programma's aanstuurt, is het begrijpelijk dat dit eruit rolt. Ja, en dan is het dus de vraag, is de hoofdredacteur van hoofd van ons nieuws in staat om te zeggen, wacht nou eens even, Helene Ecker, wij worden geacht, kijk naar de mediawet, evenwichtige berichtgeving te doen, genuanceerd, pluriform. Ik heb niet de indruk dat we dat doen. Vertel eens hoe we dat gaan verbeteren de volgende keer.
Nou, dat zou je moeten doen. Maar ik heb dus twijfel of dat wel gebeurt. Maar zij denkt misschien, en ik denk dat een heleboel mensen dat denken, die daar op die dag buiten zitten te demonstreren. Misschien zelfs een groot gedeelte van de politieagenten. Waarschijnlijk ook de mensen van de televisiestations denken dat wat die mensen daar doen eigenlijk heel erg goed en zinnig is. Want ja, wie wil nou niet het probleem oplossen? Ja. Ik probeer me in te denken in hoe dit mechanisme tot stand komt. Kijk, het mechanisme, althans zoals ik het zie, werkt als volgt. Men creëert een angst, bijna psychose. Een angst van een jonge mevrouw, die zei dat ook. Ja, anders gaan we te verloren en zo. Dat is de beste manier om mensen in beweging te krijgen. Je creëert angst. Je suggereert dat bij die angst een bepaald gedrag hoort. En dan zeggen mensen, nou, dan ga ik dat gedrag vertonen. Want dan kan ik mijn angst wegnemen. Maar ik heb geleerd van een van mijn leermeesters, althans uit zijn boeken, Erasmus. Die zei een keer, angst is een grote belemmering voor het verwerven van kennis. Want, zegt Erasmus, het veroorzaakt zaagsel in het hoofd en blokkeert het denken. Dat is wat ik daar zie. Er wordt niet meer nagedacht. Er worden een soort van uitspraken gedaan die uit een soort klimaatevangelie tevoorschijn treden. Dan moet je je voorstellen dat in Nederland zijn er meer dan 1200 wetenschappers. Die hebben een declaratie, een verklaring getekend. En die zegt, ja, er is klimaatverandering, dat is zo. Maar we moeten nu vaststellen wat de oorzaken ervan zijn. En het is absoluut niet zo dat CO2 de oorzaak is en de dominante oorzaak. Dat is zeer in discussie. Wat ik zie is dat men een keuze heeft gemaakt die niet wetenschappelijk is gefundeerd. Maar die is gefundeerd op een overtuiging. Ja, waardoor ze zich hebben laten beetnemen door middel van angst. Dat is natuurlijk hele slechte raadgever. En ik vind dat, wij leven in een deel van de wereld waar de verlichting ons heeft laten zien dat als je nadenkt, je de feiten een dominante rol laat spelen, dan kom je tot beter inzicht. Hier wordt het inzicht geblokt. En ik heb wel eens onlangs nog een keer een verwijzing gelezen naar Galilei, die in zijn tijd zei, ja, met alle respect, maar de kerk kan dan wel beweren dat de zon om de aarde draait, maar het is omgekeerd. Nou, die moest oppassen. Die kreeg huisarrest. En die mag blij zijn, geloof ik, dat hij niet naar de brandstapel werd geleid. Iets dergelijks zie je nu gebeuren. Je mag niet meer afwijken van van de overtuiging dat het dus de CO2 is. En dus van de arrogantie dat wanneer wij aan een CO2-knop draaien, dan hebben wij het klimaat in de hand. Moet je je voorstellen dat we nu in een periode leven in Nederland, doet zich dat vooral voor, dat wij denken dat wij het klimaat geheel kunnen beheersen. Iets wat eeuwenlang niet te beheersen viel, allerlei ontwikkelingen liet zien, je kan het vrij makkelijk vinden, daarvan zit nu een kleine minderheid te denken dat wij het kunnen beheersen. Het is arrogantie en het is het ontkennen van wetenschap en het ontkennen van feiten. En ik vind dat de NOS, die heeft in de mediawet de verplichting om evenwichtige berichtgeving te doen. Je moet dus op zijn minst zeggen, oké, er is een standpunt wat dit zegt, maar er is ook een standpunt wat het niet zegt. Dat zie ik nooit terug. Het is altijd eenzijdig en Extinction Rebellion krijgt een geweldig podium. Ook in tijd, aandacht. En ik heb me een aantal keren gevraagd aan die mevrouw van Kan, luister eens, waarom krijgt eigenlijk Clintel geen podium? Nou beschik ik over een e-mail waarin die mevrouw Ecker, hoofd van die afdeling Klimaat, zegt, ja luister, Clintel neem ik niet serieus. Sorry, mevrouw Ecker, neemt u niet serieus? Waar heb u dat op gebaseerd? Bent u alwetend, alziend of zo? Wetenschap, ik heb het van de werken van Popper geleerd, is altijd twijfel, vragen stellen. Dat gebeurt dus nu niet met deze uitzendingen. Dat is uitermate kwalijk, want er is een vrij aanzienlijk publiek wat kijkt, een nationaal. En wat hier dus ontstaat, is het systeem van is propaganda. Mensen denken, het nationaal zal wel betrouwbaar zijn, zal wel kloppen. Nou, ik weet waartoe propaganda leidt. Want ik heb de laatste 6-7 jaar in de geschiedenis zitten grasduinen, wat boeken over geschreven. Ik bedoel, kijk naar de Tweede Wereldoorlog, Derde Rijk. De Hitlerjugend, die gedroeg zich zo omdat de propaganda erin werd geramd. Dat gebeurde door Japanners in Nederlands-Indië. En propaganda is buitengewoon kwalijk. En het kan niet zo zijn dat de NOS daar een deel neemt. En dat zie ik wel gebeuren. Ja, en propaganda wordt ook verweten aan de kant van Rusland.
Al is natuurlijk de vraag in een oorlog dat eigenlijk niemand weet hoe het werkelijk zit. Maar één ding is zeker, er komen heel veel Oekraïense vluchtelingen deze kant op. Overigens ook richting Rusland via de grens van Polen. Daar hoor je helemaal niks over. Maar er komen dus ook heel veel Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. En er zit ook een grote groep bij met mannen die niet willen vechten. Deserteurs zou je ze normaal gesproken noemen. Maar ze willen dus niet vechten in de oorlog als kanonnenvoer. En Nieuwsuur maakte daar een reportage over en die was bijzonder. Deze vrouwen in de opvang hebben er weinig goede woorden voor over. Hun mannen zijn wel achtergebleven om voor hun land te strijden. Op dit moment is nog steeds in de ZSU. Так як, можливо, має дійсно проблеми зі здоров'ям. В нього є така проблема, як гемофілія. З нею, звичайно, можуть на війну і не пустити. І мені, наприклад, я дуже навіть шокована, і це, мабуть, приємна така шокованість для мене. Да? Це краще, що він міг зробити для своєї дитини, так, що так взяти і піти, підтримувати дійсно народ, там, воювати, так, захищати свою країну. Якщо всі будуть втікати, можна сміло підняти рученьки і здатися Росії і пройтися по українцям сміливо. Так, потрібно комусь відстоювати. Наші інтереси, нашу Україну, наших людей, наші інтереси людей. Вперед! Maar veel Oekraïense mannen hebben hier geen zin meer in. Vitaly vluchtte hier met zijn moeder naartoe toen hij 17 was. Inmiddels is hij 19 en dienstplichtig. Toch is hij van plan voorlopig in Zwolle te blijven, waar hij bij een uitzendbureau werkt. Do you feel guilty about not going back to defend the country? I don't think so. Because I have the things to do here. I work. I'm studying. So no. No. Not much, because as I said, there are more people who are doing this job, who are fighting for Ukraine and who are still willing to do, and they're waiting their time. It's kind of queue. Yeah, but if everybody would reason like you, the country would be lost. Ja, als iedereen zo dacht, zou het land verloren zijn. En daarmee nam de journalist van Nieuwsuur een behoorlijk vooringenomen standpunt in, dat het eigenlijk immoreel is dat deze jongen eigenlijk de dans ontspringt en niet daar als kanonnenvoer in Oekraïne dient voor de Russen. Bijzonder hè, dat deze journalist zo'n stelling inneemt. Ja. Wetende dat deze jongen geen oorlog wil voeren. En daar niet op een open manier ingaat. Ja. Om zijn afwegingen gewoon te horen. Maar hem eigenlijk een schuldgevoel aanpraat. Ja, dat is wat opvalt. Kijk, het is natuurlijk een complex vraagstuk wat hier ligt. Het is zo dat Oekraïne wordt aangevallen. Het is zo dat als je wilt verzetten, dan zul je iets moeten doen. En dan moet je mensen daarvoor schrik vinden. Zo. Maar wat mij hier opvalt is dat de Nieuwsuurjournalist vanuit een vooringenomen standpunt deze jonge man van 19 confronteert. En eigenlijk van mening is, beste vriend, je had hier niet mogen zijn. En die stelt hem van dat uitgangspunt uit vragen, dat hoort een journalist van de Nieuwsuur niet te doen. Die moet open vragen stellen. En bovendien, het perspectief en de context van deze jongen is natuurlijk vrij bijzonder. Want die is met op zijn 17e met zijn moeder deze kant opgekomen. Die heeft hier een leven opgebouwd en die draagt bij aan onze samenleving en zo. Dat maakt het allemaal wat complexer. Maar ik vind het fundamentele punt is dat zo'n journalist hoort geen vooringenomen vragen te stellen. En die jongen dus als het ware met een schuldgevoel te confronteren. Dat is bij het conflict van Oekraïne met Rusland is dat wel meer zichtbaar. Dan zie je dus ook de NOS, maar ook in dit geval Nieuwsuur, zie je een standpunt innemen dat de opinie van de regering Rutte 4... min of meer volgt. En die zeggen, het is onze oorlog en Oekraïne moet winnen. En dat is ook een heel, ideologisch standpunt. Want ik heb een goede vriend en die beluistert internetkanalen over de ontwikkeling in Oekraïne. Hoe dat echt gaat, die oorlog. En dan zegt hij, wat ik in de mainstream media lees, inclusief NPO, en wat ik op die kanalen hoor. Hij spreekt, ik versta ook een beetje die taal. Hij zei, het zijn dingen die nogal uit elkaar lopen.
Wij krijgen hier een verhaal te horen wat nogal is geconcentreerd op... Als Oekraïne een klein beetje de overwinning behaalt, dan wordt het breed uitgemeten. Maar er is natuurlijk een veel bredere situatie aan de hand. Oekraïne kan technisch die oorlog niet winnen. En bovendien, we moeten naar vrede. En niet naar, er moet iemand afgeslacht worden of zo. Want daartoe leidt voortgaande oorlog. Dus het is een heel breed, lastig vraagstuk. Dat moet ik wel zeggen. En ik vind dat de journalist bij uitstek en dat soort situaties... open vragen moet stellen, niet gesloten... en iemand een schuldgevoel aanpraat. En dat geeft dus weer aan dat op die redactie van Nieuwsuur... wordt blijkbaar via een bepaalde lijn gedacht. Terwijl in de stukken van de publieke omroep, die heb ik bestudeerd... wordt van een andere veronderstelling uitgegaan. Te weten, het is open, het is niet vooringenomen... we hebben geen standpunt, het is genuanceerd... het is objectief, het is evenwichtig. Laat het dan zien. Ja, maar het wordt ook bijna gepresenteerd alsof het een videogame is. Hè? Ik heb zelf een zoon van 20. Ja. Ik moet er niet aan denken dat hij in een dergelijke oorlog zou moeten dienen. Deze jongen is 19 jaar. En de journalist heeft blijkbaar ook helemaal geen empathie voor het feit... dat deze jongen geen behoefte heeft om met een geweer in de hand... Ja. Naar een Russische loopgraaf toe te lopen. Ja. Het lijkt alsof er een totale... ontworteling is gekomen van de realiteit, wat oorlog eigenlijk is. Nou, dat element onderken ik ook. Maar als je daarop bent, dan moet je ook nog het volgende voorstellen. Deze jonge man is 19. Die heeft nog geen dag getraind. Als je zou zeggen, haal dit wapen uit elkaar. Dan zeg je, sorry, hoe moet dat? Die weet niks. Dus wil die überhaupt effectief kunnen worden ingezet... dan ben je op zijn minst een half jaar verder. Misschien is er dan geen oorlog meer, dat zou mooi zijn. Maar ook daar wordt niet van uitgegaan. Hij doet voorkomen alsof het zo gaat. Deze jonge man die staat daar, die hoort hier niet. Die moet eigenlijk volgende week aan het front zitten. Wat ook lariekoek is. Ik bedoel, niet opgeleid. Ja, dat doen ze geloof ik in Rusland. Die sturen die kerels allemaal gelijk naar het front. En die gaan er dan ook aan. Het is een buiten de realiteit staande vraagstelling. Vind ik heel kwalijk voor een journalist. Van de publiek. Dus even een resume. Hoe had dit onderwerp... wel op de juiste manier aangevlogen kunnen worden? Hij had open vragen moeten stellen. En zeggen, u bent hier nu en hoe ziet u dat en zo. Maar niet vanuit, vindt u nou niet dat? Dat zijn van die grote gesloten vragen. Overigens gaf hij daar betrekkelijk nogal intelligente antwoorden op die jongen. Dat is geen domme jongen. Maar de journalist had niet gesloten vragen mogen stellen in deze complexe situatie. We zullen de link van deze uitzending ook in de omschrijving erbij doen. Ook van het NOS-journaal en ook van het fragment wat we nog gaan bekijken. En dat is een fragment wat voor jou heel belangrijk is. Een studiestuk waar je al hoeveel jaar mee bezig bent? Zes. Zes jaar. En dat gaat over? Westerling. Kapitein Raymond Westerling. Ja, laten we even kijken naar dat fragment van Nieuwsuur. En het is van 9 augustus. Goedenavond. Een relatief kleine Indië-herdenking in Amsterdam blijkt een grote discussie los te maken. Sinds 3 jaar wordt niet alleen in Den Haag, maar ook op de Dam de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdacht. En dit jaar zou burgemeester Halsema daar spreken. Maar zij trok zich terug. Nu blijkt dat de dochter van Raymond Westerling daar wil pleiten voor eerherstel van haar vader. Dat was een omstreden kapitein die door zijn keiharde optreden in Nederlands-Indië symbool is gaan staan voor oorlogsmisdaden door Nederland gepleegd. Zometeen spreek ik met de voorzitter van de herdenking, die verbijsterd is over de keus van Halsema. Maar eerst terug in de tijd. Wie was deze Raymond Westerling? In de fik steken van kampongs, van dorpen. Je hebt het over marteling bij ondervragingen. En je hebt het over doodschieten van tientallen, honderden. En die werden gewoon standrechtelijk, dat wil zeggen zonder rechtpleging, doodgeschoten. Dat deed hij zelf ook. Hoe zou u hem kwalificeren als je met de ogen van nu kijkt naar zo'n figuur? Dan zou je het woord oorlogsmisdadiger gebruiken. Om een voorbeeld te noemen, een legerpredikant heeft een verklaring... opgeschreven waarin hij zegt... De troepen onder leiding van Westerling... sneden in Celebes oren van krijgsgevangenen af... en liet hen deze opeten. Ja, oren van krijgsgevangenen afsnijden... en dan eerherstel vragen. Jeroen Wollaert presenteert dat bij deze dame... die dus bij de herdenking graag wel de dochter... aan het woord had willen laten. Voordat we dit fragment... toonde en in de voorbespreking met elkaar waren het aftasten, waar gaan we het over hebben,
gaf ik al te kennen aan jou van dat ik het spannend vond om dit onderwerp aan te snijden, omdat ik er zelf voor mijn gevoel ook niet heel veel van af weet. Toch heb ik besloten, we gaan dit doen. Al is het maar om te laten zien hoe complex het is om over dit soort onderwerpen televisie te maken. Ook voor Nieuwsuur. Maar dat is even de disclaimer die ik maak en ook waar ik jullie in wil betrekken om te laten zien dat het niet simpel is om over deze dingen echt zinnige dingen te produceren. Maar ik wil toch jou nu de ruimte geven om te vertellen waarom jij vindt dat wat hier werd gemaakt door Nieuwsuur niet door de beugel kan. Ja, het begint met de vraag, wie is Westerling? Wat gebeurt er dan? Dan wordt de emeritus hoogleraar Oost-Indië ingebracht. En die beweert een aantal dingen die feitelijk aantoonbaar en makkelijk verifieerbaar onjuist zijn. Ik ga ze noemen. Oost-Indië beweert dat Westerling kampongs in brand stak. De feiten zijn dat Westerling geen enkele kampong in brand heeft gestoken. Hij beweert dat Westerling verantwoordelijk was voor martelingen of martelingen deed. De feiten zijn dat hij dat niet deed. Hij beweert dat Westerling mensen standrechtelijk executeerde en suggereerde dat het rechtspleging was zonder zich aan de regels te houden. Ook dat is feitelijk onjuist, het laatste. Want wat deed Westerling? Westerling was bezig met contra-guerrilla-actie te voeren. Wat Westerling deed is door 3 commissies uitvoerig uitgezocht. De commissie Enthoven, die zei dat het optreden van Westerling was geboden om een einde te maken aan de terreur en de anarchie op Zuidse levens, die het overigens was veroorzaakt door het regime Sukarno-Hatta, die daar geen goede positie kon innemen. Wat Westerling heeft gedaan is onderzocht door de tweede commissie van Rij Stam. Die zeiden zelfs dat Westerling een methode toepaste die plechtig was en een diepe indruk naliet bij de bevolking. Die zei dat Westerling een uitstekende discipline naliet en dat Westerling zeer goed het gevoelen van de bevolking aanvoelde en dat Westerling daardoor evenwichtig optrad. Ze hebben met Westerling uren gesproken en ze zeiden daarbij: Westerling maakt op ons een zeer betrouwbare indruk. Vervolgens is gedurende het onderzoek naar de excessennota is ook het optreden van Westerling opnieuw tegen het licht gehouden, met als conclusie dat Westerling geen blaam trof, maar een aantal anderen op Zuidse levens. Ja, en toch zijn ze tot andere inzichten gekomen, ja, in een rapport. Ja, ja, in hun rapport, van dat boek Over de Grens, wordt er nog steeds die onjuiste inzichten van Westerling tot de maat genomen. En dat is doordat ze voorbij gaan aan feiten die hen niet bevallen. Wat wil ik nog zeggen? Oost-Indië die zegt, als je dat naar de tijd van nu zou beoordelen, zou je hem een oorlogsmisdadiger noemen. Daar kan ik 2 opmerkingen over maken. In de eerste plaats mag je als historicus nooit een situatie in het verleden beoordelen naar de situatie van nu. Dat heet een anachronisme. Dat is in de historiografie een doodzonde. Die doodzonde begaat dus Oost-Indië. Dat is feitelijk de context weg. Ja, dat is de context weg. Maar bovendien is het zelfs, als je het zou doen, maar je mag dat niet doen, dan is het nogal juist ook, omdat hetgeen wat Westerling deed, is beoordeeld destijds door de hoogste militaire of de juridische, justitiële autoriteit en aangemerkt als een noodzakelijke militaire actie gegrond in het noodrecht. Ja, maar Wollaert noemt ook het voorbeeld van oren wegsnijden, ja, wat niet als noodzakelijk klinkt. Nee, maar dat is ook heel boeiend. Dat is, vond ik zelfs buitengewoon kritisch wat daar gebeurde. Want wat Wollaert daar doet, dat is, hij citeert een kleine passage uit het begin van het dikke boek van Remy Limpach, De brandende kampongs van generaal Spoor. Dat kan hij nooit weten. Dat kan de redactie ook niet weten. Dat is hem dus aangereikt door de club Oost-Indië, schrap Limpach. Want wat staat in dat boek van Limpach, daar staat inderdaad dat een predikant beweerde wat daar door Wollaert wordt gezegd, maar er staat bij in het boek dat hij daar nog een bron voor had, maar dat hij er ook niet bij was. En hij zegt erbij, maar ik vond zo'n
merkwaardig verhaal of afschuwelijk verhaal. Het zal wel juist zijn. Ga eens even voorstellen wat daar gebeurt. Er is een predikant die niks gezien heeft, geen bron heeft, maar die hoort een soort van verhaal. Er werden natuurlijk allerlei verhalen in die tijd verteld. En dan gaat hij ervan uit dat het wel juist is. Dus maar, dit had hij kunnen controleren? Ja, dit had hij moeten controleren. En bovendien mag je niet op zo'n flinterdunne basis die mevrouw die daar zit, Peggy Stein, confronteren met iets wat zij niet kan weten. Nee, maar nu ga ik het toch even opnemen voor Jeroen Wollaerts. Ik ken hem verder niet, maar ik had voor de uitzending met jou het gesprek. Het boek ligt daar ook op tafel. Hè? Het pijnlijke afscheid van de Indische archipel. Een van de boeken waar jij de afgelopen periode aan gewerkt hebt. Ja. Het is niet makkelijk als presentator, want dat is Jeroen Wollaerts en natuurlijk is hij ook journalist, om alles zelf te lezen en te weten. Dus je moet daarin ook vertrouwen op je redactie, op je achterban, dat er controle is gedaan. En op hoofdlijnen moet je daar natuurlijk wel weer een toetsing op doen. Maar als je elke dag een uitzending maakt, kan ik me ook voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van oké, er wordt mij informatie aangereikt. Eigenlijk gebeurt mij nu hier ook hetzelfde, dat ik jou faciliteer om hier iets te vertellen. Maar het boek niet echt goed gelezen heb, de materie op hoofdlijnen wel ken, maar veel meer mensen ken inmiddels die er veel meer van af weten en die het allemaal niet met elkaar eens zijn, dan wordt het best wel complex om daar iets mee te doen wat recht aandoet aan de situatie. Begrijp je ook? Begrijp je zo. Maar te meer ook omdat het hier om iets gaat wat heel lang geleden heeft plaatsgevonden, waar nog weinig overlevers van zijn. En kijk bijvoorbeeld klimaat en Oekraïne-Rusland. Dat zijn dingen die op dit moment plaatsvinden en waar we allemaal naar kunnen kijken, waar we allemaal ook op kunnen toetsen. Maar iets wat relatief lang geleden plaats heeft gevonden, is natuurlijk weer, dat gaat dan meer over verhalen, over anekdotes, over overleveringen. Maakt het wel complexer. Ja, maar toch vind ik dat de zaak niet deugt. Ik heb het zelfs een journalistieke wanprestatie genoemd. Ik zal het ook wel uitleggen. Het is zo dat vrij recent nog, de afgelopen jaren, een paar jaar, zijn er allerlei publicaties over verschenen die de redactie op zijn minst, maar ook Wollaerts, tot de vraag moeten leiden van behandelen we dit nu voldoende evenwichtig? Want we weten dat er ook een hele andere opvatting over Westerling is. Mijn drie boeken, het boek over Westerling, het boek over het optreden van het Nederlands leger tijdens de dekolonisatieperiode en het laatste boek, zijn bij de redactie bekend. Ik heb notabene opgestuurd. Dan verwacht je dus van de redactie dat die daar op attendeert. Dat doet de redactie dus niet. Die gaat geheel eenzijdig in de richting van Oost-Indië, die, dat blijkt mij nu ook uit de uitzending, nauwelijks weet waar hij het over heeft, want alles wat hij zegt is feitelijk onjuist. Maar je mag van een redactie verwachten die zo groot is als bij de Nieuwsuur, dat ze zich breder oriënteert. Dat is dus niet gebeurd. Is er ten aanzien van deze kwestie überhaupt een ander perspectief geboden op de zaak? Niet door de NOS, maar wel bijvoorbeeld, dat hadden ze behoren te weten, ook die redactie, nog niet zo lang geleden heeft Elsevier gedurende de afgelopen paar maanden stukken gepubliceerd die op een andere invalshoek duiden. Dat gebruiken ze dus niet. Wat ik heel eigenlijk kwalijk vind is dat Wollaerts, en ik zag hem zo'n beetje triomfantelijk kijken, eens kijken wat we gevonden hebben met die dominee in die oren. Dat is eigenlijk heel kwalijk, want daarvan weet ook Wollaerts, dat is zo specifiek, dat heeft iemand dus aangedragen die er belang bij heeft om Westerling negatief te framen. Kijk, waar het over gaat is dat de kwestie van Westerling is helemaal niet zo recent. Want twijfel jij hier ook aan de intenties van Jeroen Wollaerts, dat hij dit wist? Of denk je dat hij misschien op het verkeerde been is gezet met informatie? Wollaerts heeft de prijs gehad van de Sonja Barendprijs. Dat is dus in beginsel een geweldig goede presentator. En presentatoren zijn natuurlijk geen willoge slachtoffers van de redacties. Die moeten vragen stellen. Wollaerts had hier vragen moeten stellen over of die uitzending voldoende evenwichtig was. Dat is hij evident niet. Daar hoef je niet eens zo erg te zijn ingevoerd. Zeker niet omdat de afgelopen jaren daar aandacht voor is gevraagd voor de kwestie van Westerling. En wat hier aan de hand is, en ik neem dat, ik neem ze dat kwalijk, daarom heb ik die klacht ingediend. Men had kunnen weten dat die zaak veel complexer ligt, veel breder ligt. Ook hier doet zich weer voor. Er is geen fundamenteel perspectief gekozen. Er is een eenzijdig perspectief gekozen tegen Westerling. En dan laten ze mevrouw Peggy Stein
optreden. Waarom laten ze mij niet optreden? Ik heb aangeboden om dat te doen. Ik had graag met die meneer Oostendi in discussie gaan, maar die gaat elke discussie uit de weg. Ik kan je die brieven laten zien. Die wil niet discussiëren. Die vindt dat mijn standpunt getuigt van reactionair ressentiment. Gaat u even stilzitten. Daar heeft hij natuurlijk geen argumenten voor. Maar dat zijn, vind ik, Oost-Europese reacties op een uitnodiging om een wetenschappelijk debat aan te gaan. En Nieuwsuur, dat beschouw ik als een kwalitatief hoogstaande nieuwsrubriek, die behoort research te doen. En die moet weten dat deze discussie veel breder ligt. En die kiezen desalniettemin voor een eenzijdig perspectief. Bovendien een perspectief wat leidt tot een verkeerde conclusie. Wesseling is alles behalve een oorlogsmisdadiger. Wat Wesseling heeft gedaan, als je de bronnen wil lezen, en niet alleen zijn beide boeken zelf, maar ook andere boeken, zijn talloze boeken over, dan was dat een bijzondere man die koos voor het belang van de bevolking van de Nederlands-Indische archipel. Die heeft gezien dat Engeland daar een perfide beleid heeft gevoerd, wat tot heel veel doden heeft geleid. Die heeft ook laten zien dat de Nederlandse politiek nogal wat fout heeft gemaakt. En die heeft ook getoond dat Sukarno Hatta vanaf het begin één doelstelling hadden. Java wordt de nieuwe baas in de Indische archipel en we nemen de koloniale positie van Nederland over. Dat perspectief hadden ze makkelijk kunnen vinden. Dat wordt niet in die uitzending behandeld, maar er wordt op een eenzijdige manier Wesseling weggezet. Dat vind ik uitermate kwalijk, omdat alle feiten en onderzoeksresultaten tot het tegendeel leiden. Ik voeg er nog het volgende aan toe. Ik heb de beschrijving in het boek van Limpach, waar Oostindie zich op baseert kennelijk, heb ik gemaakt. En daar heb ik 50 fouten in zijn beschrijving gevonden. Ik heb het daarover gehad met de hoofdredacteur van Elsevier's Magazine, Arendo Joustra. En die zei, als je ze mij toestuurt, ik ga ze bekijken. We kennen elkaar. En die heeft ze op de website van Elsevier's Weekblad geplaatst. Dus als die redactie van Nieuwsuur zich een beetje had georiënteerd, ook bij Elsevier en in andere tijdschriften, dan hadden ze kunnen weten dat de zaak veel complexer lag. Ik bedoel, neem historiek.nl, dat is een grote website voor historische publicaties. Daar heeft de hoofdredacteur mij het Q&A, dus question and answer, ruimte geboden. Daar staat in al die vragen en antwoorden staat het brede perspectief. Dat had de redactie behoren te raadplegen. Dat doen ze niet. En waar ze voor gekozen hebben is voor het eenzijdige perspectief Wesseling afbranden op zeer onjuiste gronden. En ik heb ze de ruimte gegeven. Ze zei, u kunt rectificeren. Uw excuus aanbieden aan mevrouw Palmira Wesseling. Dat hebben ze niet gedaan. Toen heb ik een klacht ingediend. Want ik vind het onaanvaardbaar wat ze daar gedaan hebben. Ja, je hebt dus een klacht ingediend. En je hebt meerdere klachten ingediend voor diverse uitzendingen. Ja. Stel, jij krijgt morgen de sleutel van het NOS-gebouw. En jij mag gaan reorganiseren. Wat zou je doen? Nou, dan zou ik eerst mij, in navolging van hoe Wesseling dat deed, maar zou ik me eerst enorm gaan voorbereiden. En als ik dat gedaan heb, wil ik alle rapporten lezen en mensen spreken, interviewen, et cetera. En dan wil ik erachter komen hoe het kan dat een zo professionele organisatie qua middelen en mensen zo eenzijdig berichtgeving doet. Ik wil de oorzaak opsporen hoe dat kan. Hoe is het mogelijk dat een Nieuwsuur, wat, ja, daar heb ik toch wel met plezier ook naar uitzendingen gekeken, in dit soort uitzendingen zo enorm derailleert. En dan zou ik ingrijpen. En dan zou ik zeggen, nou, we kunnen kiezen voor een programma van, hoe zal ik zeggen, opleiding. Van wat is evenwichtige journalistiek, et cetera. Ik zou kiezen voor meerzijdige aanpak. Ik zou kiezen voor de fundamentele perspectieven navolgen. En degene die er niet aan kan meewerken, nou, even goede vrienden, dan moet je ergens anders gaan werken. Eigenlijk zeg je dat de code van Bordeaux en de spelregels van de journalistiek op dit moment niet geëerbiedigd worden en dat we weer terug moeten naar de kern en ons moeten afvragen van, is dit nog wel goede journalistiek? Dat is precies de kern van het verhaal. Ik vind dat als de NOS een notitie maakt en die zegt, dit is onze missie, dit zijn onze taken, en die lees ik serieus, dan zeg ik, dat ziet er goed uit. Als ik lees dat de NOS voor de NOS-medewerkers taakstellingen heeft geformuleerd, dan zeg ik, dat ziet er goed uit. Als ik naar de mediawet kijk, dan zeg ik, dat is in beginsel correct, evenwichtig, et cetera. Alleen de uitvoering is geen schim van de richtlijnen die zijn geschreven. En dat kan dus niet. En ja, daar zou ik, als ik de sleutel van het Mediapark, dat gaat nog veel verder, maar bij de NOS zo'n rol zou mogen vullen, zou ik zeggen, we gaan opnieuw,
al die dingen die ik noem, gaan we langslopen? En voldoen we daaraan, ja of nee? Want waar het om gaat is, wij leven op dit moment, kijk naar bijvoorbeeld mensen in Frankrijk die zeggen, ja, luister, Europa bevindt zich in een overgangssituatie en stellen we straks nog iets voor. Dan vind ik dat de door de belastingbetaler gefinancierde media moeten ons voorlichten in brede zin. En niet meegaan met klimaatalarmisme, met geschiedsvervalsing en dat soort zaken. En eenzijdigheid over een gewapend conflict wat ons zou kunnen treffen. We moeten zeker weten dat dat de waarborg is van evenwichtige berichtgeving. En die zekerheid is er allerminst. En daar maak ik me grote zorgen over. En het aardige is dat ik kreeg van een goede vriend toegestuurd het protestlied van Stef Bos. En dat is een protestlied uit 2021. En die zei, iemand moet het doen. En daar deed hij een appel op diegenen die dit waarnemen en die daar van hun hart geen moordkuil moeten maken. En die zei, waar blijven die journalisten die tot de bodem gaan en diep graven en de oorzaak van fundamentele vraagstukken op tafel leggen? Dat zou de NOS behoren te doen. Ik zie dat niet gebeuren. Vind ik ernstig. Laten we even luisteren naar dat prachtige lied van Stef Bos. Iemand moet het doen. En daarmee gaan we de uitzending ook afsluiten. Bouke Geersink, ik wil jou ontzettend bedanken voor jouw komst. Je gaat weer terug naar Frankrijk binnenkort. Je bent nog even in Nederland. Maar fijn dat je hier weer kon zijn. Jullie dank voor het kijken. En vergeet ook niet, wij doen dit allemaal op eigen kracht. Hè? Wij krijgen geen subsidies zoals de NOS en andere omroepen. We doen het alleen maar met donaties van jullie. En ik wil toch weer met klem jullie oproepen om ons te blijven steunen. Want we zijn kwetsbaar. Zonder jullie donaties kunnen wij het niet doen. En we hebben jullie hulp nodig om dit soort programma's en ook programma's als Black Box Today iedere maandag, woensdag en vrijdag om 7 uur te maken. Dank voor het kijken. Deel deze uitzending en tot de volgende keer. Bouke, fijne rit terug naar huis. Thank you. Waar zijn ze nu, de narren van de koning? Die moeten zagen aan de poten van de troon. Het is opeens zo stil in deze wereld, dus kijken ze de kat maar uit de boom. Waar zijn ze nu, de ware journalisten, die altijd tot de bodem durven gaan, om een waarheid aan het licht te brengen, die anders in de doofpot wordt gedaan. En waar ben ik, verdwaald in mijn gedachten, want ik hou me op de vlakte en gedijst. Doe alsof alles doodgewoon is, terwijl ik naar de waanzin kijk. Wie van ons staat nog op de barricade? Wie durft er nog te zeggen wat hij denkt? Als je weet wat er kan gebeuren als je de onheilsboodschap brengt. Maar iemand moet het doen. Iemand moet het zeggen. Iemand moet de vragen stellen. Iemand moet het doen. Iemand moet het doen. Iemand moet de grens verleggen. Iemand moet de vragen stellen. Iemand moet het doen. Iemand moet het doen. Maar ik ben niet gek. Steek het vuur niet aan de lont. Steek mijn nek niet uit, steek mijn kop onder de grond. Zo hou ik mij maar in en hou ik mijn fatsoen. Maar iemand moet het zeggen. Iemand moet het doen. Iemand moet het doen. Iemand moet het doen. Iemand moet het zeggen. Iemand moet de vraag stellen. Iemand moet het doen. Iemand moet verklaren dat niet is uit te leggen. Iemand moet de grens verleggen. Iemand moet het doen. Iemand moet het zeggen. Iemand moet de vragen stellen. Iemand moet het doen. Iemand moet verklaren dat niet is uit te leggen. Iemand moet de grens verleggen. Iemand moet het doen. Waar zijn ze nu, de narren van de koning? Die moeten zagen aan de poten van de troon. Het is opeens zo stil in deze wereld, dus kijken we de kat maar uit de boom. Statistieken slaan ons om de oren, maar wat is waanzin en wat is waar?
geen vragen stellen nu, we moeten doorgaan. En wie twijfel zaait, is een gevaar. Wie twijfel zaait, is een gevaar. Maar iemand moet het zeggen. Iemand moet het doen. Je vraagt je af, gebeurt dit echt?